Pieter-Jan Posma, je staat hier wel met een grijns op je gezicht, maar eigenlijk baal je. Ja, ja, ik ben een beetje teleurgesteld vandaag. Ik was, vandaag niet scherp. En ja, dat gaat vaak bij een evenement waar niet zoveel druk op staat. Dan vind ik dat erg moeilijk om erg scherp te zijn. En dat gebeurde vandaag weer. En dan denk ik, ja, dat weet je toch. Je moet gewoon er tegenin knallen. Maar dat lukte niet. Kun je dan zelf oppeppen? Zit je dan vooraf in die boot? Go. Want het is ook het moeilijke met dit weer. Wij proberen uit te leggen, het is weinig wind, maar het wordt het niet makkelijker van, toch? Ja, klopt. Dus ik zit in de boot en dan probeer van tezelf de spanning op te wekken. Helemaal te visualiseren en erin te leven en te focussen. Maar ja, dat ging vandaag niet helemaal. Want we hebben je even gevolgd voor je wedstrijd. Dan ben je heel geconcentreerd een soort proefvaartje, een proeftestje aan het doen. Dat kost al heel veel energie, denk ik. Maar dat valt nog mee. Dat kost nog niet zoveel energie op zich, de boot varen. Maar gewoon heel erg scherp zijn. Heel erg scherp zijn bij de start, bij de dingen. En dat moest ik bekopen, want bij de start kreeg ik een aanvaring. En die had ik ruim van tevoren aan moeten zien komen. En dat zag ik niet. Dus eigenlijk baal je meest van jezelf nu? Nou ja, dat is meestal zo, want je zit in je eentje in de boot en jij doet alles. Maar nee, ik had liever gezien dat ik vandaag scherp aan de start was gekomen. Of scherper. En ja, gewoon met meer druk, meer knallen. En morgen medal race, daar hoef je denk ik, daar heb je meer motivatie. Daar hoef je zelf niet voor op te peppen. Nou ja, inderdaad. Er staat er altijd wat druk op. Er zijn er maar 10 boten. En er zijn de stakes wat higher. En dan, ja, dan knalt dat wat makkelijker. Maar ja, ik baal gewoon even vandaag een beetje. Morgen beter. Morgen beter. Ja, dankjewel.